elk jaar 11 november organiseren wij een stratenloop hier in de buurt van het sportcentrum. Het is al de 7e editie dit jaar en we verwachten toch wel een 120 tot 150-tal deelnemers, denk ik. En dat in 3 categorieën. 1 kilometer voor de kleintjes en 15 en 15 kilometer voor de grotere atleten of voor de recreanten eigenlijk, de joggers van de omstreken. Dit is voor ons een voorbereiding in de basisopleiding, de basistraining naar de zomer toe. Het is geen echte wedstrijd, dus we gaan ook geen echte wedstrijdvoorbereiding doen naar dit doel. Het is volgens mij een lichtlopend parcours met niet te veel hoogteverschillen in. Dus eigenlijk voor iedereen doenbaar eigenlijk. Houthalen Rock is een muziekfestival voor alle jongeren van Houthalen en omstreken. We geven eerst de groepen van Houthalen en omstreken de kans om te beginnen. En daarna komen de iets grotere groepen van Limburg en buiten Limburg. Dus Houthalen Rock is een jongerenfestival voor de jeugd van Houthalen Heijmlichteren. De kans te geven om ook eens een keer op een groot podium muziek te spelen. En na de jongere bands komen dan de iets zwaardere groepen. Dus ja, een gezellig samen zijn voor jong en oud. Als opener is de Houthalense band Rebuild, lokaal geweld van de jonge gasten. Daarna hebben we Benny Zen, die wel gekend van Peter Houben. En als headliner hebben we Red Zebra. Ondertussen zijn we een 7-tal jaar geleden begonnen. We zijn eerst in het bekende zaaltje hier achter de Giro. Kleinschalig, met 100 man, 150 man. Dus zijn we gestaag gegroeid. En ondertussen zitten we toch al een mooi gemiddelde van 350 à 400 man. Vandaag is een groep die we zeker niet mogen vergeten, Portrait Bizarre. Het is een beetje à la Placebo en ik moet zeggen, het was een heel goed optreden en de gasten waren zeer content. Ik vond het super om hier te spelen. Ja, een super podium, super PA op het podium, in de zaal hoogstwaarschijnlijk ook. Leuk volk, ja, heel plezant.